Zullen we naar binnen gaan? Ja, wat ben benieuwd. Een beetje koffie. Ja. Zijn zak blijven mensen uit achterop. Ja, nee, dat is goed. Ik vond ook. Meneer Buma, goedemiddag. Is het de eerste keer dat u in Aalten bent? Nee, dit is niet de eerste keer. Nee? Nee. Als ik zeg Aalten. Waar bent u van? Wij zijn van film Aalten. Als ik zeg Aalten, waar denkt u dan aan? Dan denk ik aan de Achterhoek. Ik denk aan heel veel groen en een paar hele mooie, moderne bedrijven. Ja, dan bent u vanmiddag te gast. Ja. Wat weet u van dit bedrijf? Nog niet zoveel, dus ik heb net wat van de wethouder gehoord. En ik hoop zo van de heer Beelen zelf te horen. Ja, maar het is wel een heel innovatief bedrijf, hè? Precies, precies. Dus dat ga ik zo horen, hoop ik. Dat was de moeite waard om een bezoek te brengen aan Aalten, speciaal voor dit bedrijf? Ik ga niet alleen naar dit bedrijf, ik ga meer zien. Vanavond hebben we nog een avond hier met de leden en ook voor niet-leden. Maar de wethouder zei, je moet absoluut hier ook komen kijken. Dus dat doe ik graag. Nou, veel plezier gewenst. Dank u wel. Dank u wel. Patrick, vanmiddag een belangrijk bezoek voor het CDA. Ja, dat klopt. De heer Buma. Ja. Jullie zijn met een bus gekomen. Ja. Hoeveel mensen zijn aanwezig van het CDA? We zijn met zo'n 40 mensen in totaal vandaag. En we zijn hier bij Beelen, natuurlijk een geweldige onderneming. Wereldwijd actief. Samen met de heer Buma. En de heer Buma, onze man in Den Haag van het CDA. En we gaan vandaag bedrijven bezoeken, zowel hier als op AD 69. En vanavond hebben we met de leden nog een goede avond, denk ik. En het is nog niet eens verkiezingstijd en toch al zo'n prominent naar Aalten. Dus, Ja, dat klopt. Maar goed, het CDA is altijd actief, hè? Dat weet je toch wel, Leo. Ja. Nou, in ieder geval, ik wens jullie vanmiddag een fijne middag en vanavond goede opkomst in Dorpsjes, hè? Heb ik in Dorpsjes, dat klopt. Ja, helemaal goed. En de heer Buma die is vanavond daar ook bij aanwezig, heb ik begrepen. Ja, de heer Buma is er vanavond aanwezig en die zal ook het een en ander vertellen. En ons bijpraten wat er in het Haagse allemaal speelt. Ja. En verder zullen we denk ik ook nog informeel met elkaar allemaal discussie hebben natuurlijk over wat er speelt in Aalten. Nou, fijne middag en fijne avond. Mensen. Dank je wel. Goedendag. Goed, je te zien, een beetje jas uitgedaan. Ja, dat klopt. Ja. Een beetje kwijt geworden. Gerrit, dit bezoek vanmiddag, hoe vind je dit? Wat zegt u, Leon? Dit bezoek vanmiddag, hoe vind je dit? Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik denk dat het niet zo heel vaak voorkomt dat iemand van de CDA uit Den Haag hier op bezoek komt. En we hebben natuurlijk twee hele mooie dingen te laten zien in het project van Slachthuis en Sportpark Zuid. Dus ik denk dat het de moeite waard is om wat te laten zien. Ik hoor al in Aalten vertellen, dat wordt een pareltje voor Aalten, hè, dat nieuwe bedrijf. Dat wordt een pareltje voor Aalten. Ja, nou, voor mij wordt het sowieso een pareltje. Het is nu natuurlijk een puinhoop en een oud rommeltje. En je zult zien dat er echt zo meteen iets moois voor terugkomt. Met heel veel werkgelegenheid. Ja. Nou, ik wens je vanmiddag een gezellige middag. Ja, dankjewel, Leo. Tot uw richten. Namens de CDA Aalten Dinxperlo mag ik u allemaal hier van harte welkom heten bij Beelen Engineering. Hartelijk dank voor deze gastvrijheid. Fijn dat we hier mogen zijn. Ik ben ook bijzonder trots op dat u een kijkje komt nemen in onze mooie gemeente. En dat ik vandaag samen met onze fractievoorzitter Jos Wessels uw gastheer mag zijn. Eerst krijgen we dit prachtige bedrijf van Beelen Engineering te zien. Een vooruitstrevend bedrijf dat belangrijk is voor Aalten, maar nog veel belangrijker wordt voor Aalten. En ik hoor net al inderdaad ook gewoon belangrijk voor de wereld.
Bij ons tweede bezoek gaan we naar Sportpark Zuid. Waarbij... Voor onze afdeling heel verheugd dat jullie er zijn. Het is voor ons heel wat in Aalten. Niet weggestopt in het oosten, maar u weet in het oosten, en daar kan ik allerlei bijbelse dingen over zeggen, maar daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar voor ons is het wel zo dat het naastliggende land Duitsland is. Dus wij staan aan de poort van Duitsland. En u zult dat straks van Hans Beelen ook horen, want die heeft het ook als zodanig geïnterpreteerd. Fijn dat jullie hier zijn. Ik zie gedeputeerde statenleden, fractieondersteuners, mensen van dit bedrijf, twee collega wethouders en onze regionaal. Nee, provinciaal voorzitter Peter, excuus. Heel fijn dat jullie allemaal in deze diversiteit hier zijn. Met een moderne vorm van besturen, waarin de burger zeker niet overgeslagen wordt, maar vooraan staat in de reeks van gehoord worden en erbij betrokken zijn. Het zou nog een prachtig voorbeeld zijn, zoals jullie dat in Den Haag zouden kunnen doen, maar dat kan ik vanuit mijn schaal, van bijna 28.000 inwoners, makkelijk zeggen natuurlijk. En het is de opgave die jullie hebben, dat weet ik, is natuurlijk anders en veel grootschaliger. En daarom is het zo goed dat jullie hier zijn. Even naar waar we op dit moment mee bezig zijn, is een presentatie van wat wij kunnen en willen. Daar ga je straks kennis van mee maken. High-tech, vooraanstaande technologie. Als je kijkt naar de... Van de jaren gevestigd, hebben we een bedrijf hier weten uit te bouwen. Dat heeft iemand ook een wereldreputatie gekregen. En het vakgebied waarin we zitten is dus heel specifiek. Daar zijn er niet te veel van in de wereld. Daarmee zijn we dus ook op die wereldmarkt een speler geworden. Dat heeft ertoe gebracht dat we inmiddels hier een beetje vastgelopen zijn qua ruimte. We hebben gebouwd en het is nu dus op. Daar kom ik straks nog wel even op. Het bedrijf bestaat inmiddels 43 jaar. Het is nog steeds een familiebedrijf. En we hebben een organisatie zo plat als een pannenkoek, om het te zeggen. Zodat we dus heel flexibel zijn en op elk probleem op die wereldmarkt wel kunnen meespelen. Wij worden hier op het ogenblik gebombardeerd met vragen uit de markt. Help. Dat is best aardig natuurlijk, maar het kost ook een hoop tijd. En in feite is het nu al wel dat in Brussel... Waterdichtheid is een issue op de wereldmarkt. Kortom, wij zijn heel actief in het tegenhouden van allerlei calamiteiten. De markt waarin we zitten is zeer gespreid. Dat beweegt zich in de scheepsbouw, dat beweegt zich in de marinewereld, dat beweegt zich in energie, in infrastructuur, windmolenparken, treinen. En we zijn daar zeer actief en zijn daar ook zeer gerelateerd. Die punten die nodig zijn om echt een calamiteit tegen te houden, dat vraagt heel veel onderzoek. Want hier produceren alles wat we aan het weer. Nee, op water. Ja, de wereld is hier met ons planten. Ja. Dan wat ik nu vertel is daar binnen, dan gaan we daar doen. En is scheepvaart door toch? Dus dat zal wel een beetje in het Engels houden. Maar hij is hier bijna 4 jaar geleden gekomen, zo van de universiteit, zonder enige commerciële ervaring. Dus hier gaan we moeten leren. Ja, zo zijn we er dus nog een aantal bezig. This is our center. Here we are also for design of research developing. So yeah, shortly we need to be and we are on the top of our company. So as you can see, we have newest equipment, most modern. Here on this side, you can see that we have the future issue of what kind of post. En het lijkt wel, ondanks het feit dat het een rubber is, dat je dus in pudding staat te doen. En het knapt dus de band dus niet. Ja, dat elke keer als we komen dan... Wat is dan de verband? Ja, dit is eigenlijk helemaal hier ontwikkeld. Thermoconductivity is 6 hours something about our products. If there are good conductors, but it is away. Yeah. So this is what we get. Okay, this is just €40,000. Okay, we need it. Yeah, so that's not a problem. A little bit harder, but very almost in front of
you can imagine, in normal atmosphere there is 21% of oxygen. So in normal conditions, you can't fire our bottles. Here we are already on. Okay. So 50% of oxygen. But of course, those are all standards. When with this material, we are on 50-52%. But with the newest one, we name it Contrafil, we are also. Of course, on the right we have. Another. We can go home. Is not going to cause any deformation. So with this chamber we can go to -120 from the outside. Yeah, we need to improve. And we are not going to say... Is the material different for every... every product? Product, or is it always the same? That depends. Now what I say, for LOE, we are on 62% of LOE, yeah? So we are improving. Yeah. If we are not satisfied, we are going to discover something new. Yeah. We have the facility... Dus dat is weer een gigamarkt. En iedereen wil afweten en dan hoor je daar. Ja, we hebben iedereen gevraagd, de camera en de Amerika en iedereen heeft zijn behoefte gedaan. Maar ze zijn niet meer gekomen. Ja, schets, water, 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 en dat is natuurlijk een goed ding. Daar zie je ook, dus daar zijn ze nu weer met de verpakkingen bezig. Pakkingen op naar dat kapsel van platform en op die botte horizon 150 meter onder water. Dan is dat nog steeds dicht. En dit ding hebben we al 20 keer moeten doen. Wacht, maar ze hebben wat doen dan? Het pompen zit hier. Ja, pompen. Oh, oké. Okay. Ja, druk op pompen. Ja. Maar dat is de druk. En je ziet 150 meter zeewater of anders? Dat is van, nou, dus we zijn nu met de Engelse marine bezig voor die nieuwe submarines die ze gaan bouwen. Ja, alsjeblieft. En het gaat dus altijd om het aan elkaar zetten van buizen. Dat is iedere keer. Nee, dat hoeft niet. Het zijn eigenlijk de doorvoeringen. Bij brand moet je compartimenten maken. Ja. Want dan hou je die brand binnen. Nou, dat kunnen, ik heb een aardig filmpje trouwens in Brussel gezien. Waar het naastliggende gedeelte dus net zoveel voor de kiezer krijgt als dat je. Ik heb het niet laten zien, maar december vorig jaar is de ontwoordingen eruit gespoeld. En hij kwam bijna hier in de vliegtuig. En de economische staan. Nou, daar heen. Los. En dan zie je die ploegen terugkomen. Ja. Ja. Allerlei disciplines hier ook in huis. Nou, je ziet hier ook, dit is ook druktesten geweest voor de Duitse marine. We kunnen hier dus. Kondela na 10 minuten. Wij halen 500. Dus we geven het niet zo snel op. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk 24 uur licht hebt. Ik heb een test uitgezet in Brussel in het EU-gebied in een noodtrap. En daar hebben we onze spullen ingehangen. Waaruit gekomen is dat je niet meer dag en nacht dat licht laat branden, maar elke 3 uur 5 minuten. Dan moet je daar de energiebesparing in. Ja, maar het zeggen, want dat heeft niet alleen met brandwerendheid te maken. Nee, maar, dat heeft met vluchten te maken. Ja. Want dat hebben we gezien met de Costa Concordia. Donker. Ja. En je leven aan, dat is niet leuk. Nee. En als het maar een beetje licht is, dat maakt het een heel beetje anders. Ja. Ja. Dus, en daar is het voor. Ja, en die stickers, het is allemaal leuk bedacht. Maar die effectiviteit bij calamiteit is er niet. Is weg. Dus ook daar zijn we mee bezig. Maar te nemen ziet die machine, die heeft geen hydrologie. Dat is een mechanisch klemsysteem. Wie dat is? Amenita? Eigenlijk, want dit zijn machines die kosten dus 80%. En je zult dadelijk zien wat we met de plastic doen. Ja. Maar als je het goed wil doen, dan moet je dit... Maar als je het op schepen doet, dan gaat het ook heel groot. Kijk. Heel voorzichtig, die kantelt. En we doen dat in Pestos. Materiaal. Die Pestos, dat zeggen we eigenlijk zo geschreven niks. Nee. Maar dat wijst naar Hephaestus.
de god van het vuur in de Griekse mythologie. Dit is helemaal nog. Dit is geen productieopstelling, neem ik aan. Nee, dit is helemaal. Nee. Daar kunt u vannacht kijken hoe het er dus uitziet. Hoe lang die het doet? Nou, het heeft ook in de krant al eens gestaan dat iemand met de fietspaden bezig was. Ja. Van Heijmans. Ja. Alleen in het donker. Deed het wat? Ja, wat? Terug? Ja, wat? Toch wel. Het was bijna te licht met het lopen nog. Toch? Ik heb het weekend een hardloopwedstrijd met materiaal van Beerland terug gelopen. Ja. Maar we moesten verlicht lopen. Ja. Dus heb ik de Beerland met een jasje gemaakt. Maar we hebben, het zag in het moment dat het is nooit helemaal donker is. Je moet dat ook bestraald en dan ben je je lichtkwaliteit dus kwijt. Dan moet het dus minder. Maar we zijn heel bezig om daar iets voor te bedenken. Dat snap ik eigenlijk niet, dat is te overstraald. Ja. Maar zodra het smorgens licht begint te worden, op een gegeven moment is het gewoon weg. Begrijp ik. Dan geeft het nog wel licht af, je ziet niet meer. Nee. Het is menselijk ook. Dus daar heb je mee rekening te houden. Nou, deze machines, we maken hier dus ook kunststoffen. Ja. Daar geldt precies hetzelfde, dat is voor de bouw. En nou, dan moet je dus hier dan ook al steeds meer roemen. En nu bezig met dit te maken voor de toestemming. Dat is er ook een druk. Maar het moet wel brandweer zijn. Oké, dan gaan we dit. Ja. En dat is zwaar, maar het is goed. Dat doen we dus ook. En je weet ook langs, het duurt 200%. Ja, zoiets. Nou, dat is een beetje een Willy Wortel hier. Maar het betekent ook, wij moeten dus telkens ook met de productie natuurlijk. Nee, dat is.